Dag, mijn naam is Vraag. Vraag en vraag. Eigenlijk tot juli 2018 kreeg je een transportband gegeten met een breedte D. Onderweg loopt een pak, rechthoek, lengte L en B, een hoek van 30 graden. Wat de minimale breedte van D moet je hebben, omdat het pak nooit de rand raakt hier. Dus de minimale breedte. Dat gaan we berekenen, hier een mogelijke waarde. Wat we gaan doen is, ja, eerst kijken naar de bovenste kant hier. Ja. Je hebt een rechte lijn hier, lengte L. We gaan dus eerst deze afstand even berekenen, dan de tweede afstand. En kijken wanneer die gelijk aan D. Dat is 1, dat is 2. Van eerst die afstand berekenen, de eerste afstand. Ja. L, deze rijke zoeken we, dat is de waarde 1 die we zoeken. En we weten dat een hoek van 30 graden. Dan weet je uit de sinus van 30 graden, de overstand zet je door de schuine zijde. Dit is de rechte hoek hier, dat is rechte hoek 3. Dat betekent de sinus van die 30 graden is je overstaande zijde, dat is de schuine zijde. Overstaande is wat we zoeken, de waarde 1 die we zoeken. Uw schuine zijde is gegeven, is de lengte L van het pakket. Dat betekent, uw waarde L1 is L maal sinus 30 graden. Ja, L, goed, juist schrijven, is L maal sinus 30 graden. Sinus 30 graden is 1 tweede, dan krijg je L gedeeld door 2. Dat betekent, de eerste lengte, deze lengte hier, is L gedeeld door 2. Dan gaan we naar het tweede gedeelte kijken. Dus het tweede gedeelte, dit gedeelte, eventjes hertekenen hier. Dus eventjes tekenen. Je hebt hier die lijn hier, hier loopt die lijn hier. Ja. En hier heb je het punt met hier de lengte B. Ja. We weten reeds dat dit hier 30 graden is. Ja. Dan weet je dus door de evenwijdige rechte snijlijn dat die waar ook 30 graden is en dan beetje verplaatst in die lengte ook 30 graden. Ik krijg het op de verkeerde plaats, maar 30 graden, als je die hoek zo tekent, binnen de driehoek is de waarde 30 graden. Ik heb het op de verkeerde plaats getekend, maar de waarde is 30 graden, dus daar ligt ook 30 graden. Dan heb je nu een andere eigenschap, ja, de waarde b, ja, dat is uw cosinus van 30 graden, is nu de aanliggende gedeeld door de schuine. Ja, hier de aanliggende is uw b, gedeeld, uw kleine b, gedeeld door, ja, dit is de waarde 2, is dus uw 2 gedeeld door uw b. Ja, net. Ja, dat betekent dus in feite dat uw b, uw tweede lengte, is gelijk aan cosinus 30 maal b. Cosinus 30 is wortel 3 door 2, dan krijg je dus b maal wortel 3 gedeeld door 2. Dat betekent, uw totale lengte zal zijn l plus 2 plus b wortel 3 gedeeld door 2. Ja, dan kun je de 2 buiten brengen, dan krijg je wortel 3, l plus wortel 3 b gedeeld door 2. Als je goed kijkt, in de oplossing is dat antwoord c. Dank voor de aandacht en monitor. Bye bye.